kiki yusrefi. Wakana grota bu abrespe kiki yusrefi. Hey, wakana grota bu abrespe kiki yusrefi. Wakana grota bu abrespe. Geen mars vandaag? Nee. We hebben een actie ondernomen en dat was om de petitie in te dienen bij de president. En we zijn vandaag weer hier en dat was het. Ik ga de petitie namens de voorzitter in ontvangst nemen. Hij is er vandaag niet. Dus als u, meneer Cairo, ja, u mag de petitie voorlezen. Betreft looneis, militaire, gepensioneerde, ex-militaire en het burgerpersoneel van Defensie, minimaal 150%. De onderbouwing van 150% loonsverhoging, we hebben het helemaal onderbouwd. Ik wil dit graag aan u overhandigen. Dit eerst even. We hebben gewerkt met de cijfers van de centrale bank, dus niks mis daarmee. Dank u wel. En, onder de aandacht gebracht van de voorzitter en u zult zo spoedig mogelijk een reactie ontvangen. Wat gaan jullie nou doen? We gaan terugkoppelen met de leden in de ALV en we gaan de leden dan voorhouden om wat wij allemaal tot op dit moment hebben kunnen betekenen. De regering heeft de acties veroordeeld en de minister zegt dat het zelfs verboden is voor jullie om in actie te gaan. Dat zeg ik u toch. De minister mag zeggen wat ze wil. De vakbondsrechten zijn daar. Ik denk dat de minister terug moet gaan naar de vakbondsrechten en kijken wat de vakbondsrechten allemaal inhouden. Het recht van verenigen is verankerd in de wet, maar er zijn ook richtlijnen in de wet op het Nationaal Leger en wet rechtspositie militairen met betrekking tot het gedrag van militairen. Van wat mogen ze wel en wat mogen ze niet. Staken is verboden. Ja. Deelnemen aan protestdemonstraties is ook verboden. En wat we zien is een regelrechte confrontatie dat aangezet wordt om wettelijke regelingen te overtreden. En dat kunnen we niet hebben. Want vandaag is het VRM. Morgen gaan er andere wettelijke regelingen overtreden worden. En dat kunnen we niet hebben. Een opmerking die ik ook wil maken is dat in de correspondentie met de VRM, ze hebben aangegeven dat 1700 mensen lid zijn van de vereniging Rechtspositie Militairen. Dat hebben ze op geen enkele wijze kunnen aantonen. Hoeveel leden telt de band eigenlijk? Nou, het is tegen de cultuur van militairen om met cijfers te gooien. Ik zie dat de minister het vaak doet in de media. Wij van de band gaan ook een brief sturen naar de minister dat ze moet ophouden om met cijfers van militairen te gooien in de media. Maar hoe groot is die band? Heel groot. Heel groot. Maar de minister zegt dat heeft u nooit kunnen bewijzen. U zegt altijd dat het heel groot is, maar exacte cijfers kunt u niet tonen. Ik moet de exacte cijfers tonen. Dat doen we bij de rechter. Als de minister wil dat we de exacte cijfers moeten tonen, dan kunnen we de exacte cijfers tonen. Als de minister dat wil, dan kunnen we dat doen. De minister moet niet X zoeken. De minister moet niet starten met X. Waarbij ze in problemen kunnen komen. Wij van de bond hebben genoeg bewijzen om veel aan de rechter te geven. Dus zou de minister bij deze vragen, minister, houdt u op met wat u bezig bent, stop met wat u bezig bent. Anders zijn wij ook genoeg zaak om ze zeker naar de rechter te gaan. Wat about revidentie? Nou, ik heb het daarnet al gezegd. Als wij in de loop van deze week niet zorgen, gaan de leden van de bond niet meedoen. Heeft iemand in het weekend met jullie gesproken? Helemaal niet. Niet van de minister, niet van de overheid, niemand? Nee, helemaal niet. En jullie zijn niet komen aan marcheren? Ik neem aan dat jullie gewoon aan het werk zijn? Ja, de leden van de bond zijn gewoon op het werk. Wat beweegt deze vakbonden om deze acties te voeren? Wat drijft hun? En ik heb dat nog niet goed beantwoord gekregen. Er is duidelijk niet het vakbondsbelang. Er zijn geen enkele drijfveren. Hij moet aan zijn collega vragen. Hij moet aan de minister vragen. De minister weet het beter, dan laat hij aan de minister gaan vragen. Het enige wat we willen de petitie indienen bij de president. De directeur heeft het in ontvangst genomen. En dat is het. Als de minister ons heeft verwezen naar de president, waar moeten wij gaan? Dan moeten we naar de president gaan toch.
If you like ma fakondre, no ma yepuno, no gona, no gona pa fakondre. Er wordt heel veel geslingerd in de media dat de bond politiek gelineerd is. Niks daarvan is waar. We hebben de statuten zijn duidelijk dat de mensen die deelnemen in het bestuur geen politieke achtergrond mogen hebben. En ze mogen geen lid zijn van een politieke partij. Dus daarmee maak ik mij geen zorgen, de statuten zijn duidelijk. Dus laten de mensen maar doorvertellen wat ze willen. Wij zijn bezig een positieve strijd aan te gaan voor de leden van die organisatie. Politiek. Was je niet kandidaat gesteld? Ja, dat was in 2020 en ik heb een brief naar de media gestuurd. Ja, in 2020 heb ik toch bedankt.